Eerste repatriante uit Nederland. Online massameting. En rondleiding bij Surmak. Goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. Ruim 200 passagiers zijn vandaag vertrokken uit Amsterdam naar Paramaribo. Dit is de eerste vlucht uit Nederland nadat Suriname het luchtruim heeft gesloten. Oh ja, ik moet misschien even zeggen, dit is henna draaibaar. Want vanwege coronavirus hebben we allemaal mondkapjes op. Want dat is een van de voorwaarden die nodig zijn om aan boord te gaan van het vliegtuig. Hoe lang was je in Nederland? Lang. Heel lang. Wat vind je ervan dat je nu naar huis terug kan? Heerlijk. Qua organisatie hier? Ik moet eerlijk zeggen dat ik de vorige Surinamers eigenlijk dankbaar ben. Want ik denk dat iedereen eruit heeft kunnen leren hoe wel, hoe niet. En wij zijn inderdaad gewoon goed voorbereid. Ik heb alle formulieren vooraf gekregen. Qua ontvangst hier op Schiphol ook allemaal wel netjes. En ja, ik ben blij. Ja. Gaat goed. Ja. Hoe vind je dat de procedure is gegaan? Dat is wel heel vlot gegaan. Het is goed georganiseerd. Dat is echt goed gegaan. Nu de rest nog. Om alles vlot te laten lopen, wordt er ook een check-up gedaan voordat de passagiers de vliegtuig in moeten. Je temperatuur wordt gemeten, er wordt gevraagd of je klachten hebt en alles wordt keurig opgeschreven en een stempel erbij geplaatst. Ga je temperatuur? Dat is een check die we doen voor de airport. Ja? Om te kijken zeg maar, of je geen temperverhoging hebt en of klachten hebt die COVID gerelateerd zijn. 36,4. Dat is goed, hè? Helemaal goed. Fit to fly. Wat controleert u? Ik controleer alle gegevens, zoals uw naam, die in blokletters moet worden ingeschreven, moet worden ingevuld. En uw handtekening, zoals u ziet. En dan gaat u nu naar de balie en dan geeft u dat af. Als de repatrianten zijn aangekomen, worden ze allemaal geplaatst in overheidsquarantaine op verschillende plekken. Zij blijven dan minimaal 14 dagen in quarantaine en worden in deze periode verzorgd door de overheid. Ik ben op dit moment in de auto op weg naar het werk, maar ik vind het toch wel belangrijk om deze informatie met jullie te delen. Vandaag, maandag 20 april, verwachten we onze eerste repatrianten uit Nederland. Nou, dat was een hele grote organisatie. We mogen blij zijn dat het tot nu toe heel goed verlopen is. De vlucht is nu gaande, dus de mensen zijn al in de lucht. Wij verwachten ongeveer 200 personen vandaag in Suriname. En ze gaan allemaal in overheidsquarantaine. Een overheidsquarantaine is een plek, een faciliteit, een woning of in dit geval ook een hotel, waarbij de overheid alle overzicht heeft over de mensen die daar zijn. En dan de quarantaine? Ja, daar kijk ik naar uit, want ik heb een einddatum. Dus na die 14 dagen weet ik ben thuis. Ja. Dus dat, ja, knop om, we gaan ervoor. Veel mensen hebben gezegd, we hebben veel te lang gewacht. Maar begrijp je wel dat de overheid zegt, ik wil eerst alles in place hebben voordat ik de mensen laat komen uit zo'n hoog risicogebied? Dat begrijp ik. Omdat onze medische voorzieningen in Suriname dat niet toelaten als we te veel gevallen in één keer krijgen. Dus ja, ik heb er wel begrip voor opgebracht. Ja, absoluut. Ik begrijp het. Ik leg me erbij neer. Ik denk dat ik nu volgens mij het maximale heb meegemaakt wat je mee kan maken. Tenminste, je weet het maar nooit. We zien het wel. Geef me gewoon over. Oké. Quarantaine? Geen probleem mee, als ik maar naar mijn kinderen kan. Na de quarantaine? Na de quarantaine uiteraard, ja. Geen moeite mee. En nu mogen ze eindelijk instappen. Nog even alles op zijn plaats zetten, de stoelen extra reinigen en nu richting Suriname. Van Boersman is de Airbus A340 met bestemming Paramaribo. Massameetings die worden gehouden voordat de verkiezingen beginnen, zijn meestal bomvol met mensen. Nu kan dit voorlopig even niet meer. ABOP hield daarom afgelopen zaterdag een online massameeting. In de periode voor de verkiezingen
is het gebruikelijk dat de politieke partijen propaganda maken en massameetings houden. Propaganda is het proberen om mensen te overtuigen van een standpunt door de manier waarop mensen denken over iets te beïnvloeden. Reclamecampagnes van politieke partijen of organisaties kunnen als propaganda worden gezien. Maar nu wordt het iets moeilijker omdat we te maken hebben met een COVID-19-pandemie. De politieke partij ABOP heeft een creatieve manier bedacht om toch hun boodschappen over te brengen naar hun achterban. Dat zijn de mensen die de partij ondersteunen. De ABOP deed dit door het houden van een online massameeting die te volgen was via de televisie en via Facebook Live. Massameeting nog maar hoor, maar stop. Trendsetter naar ABOP en dat biebel leggen uit. In elke uitzending praten wij jou bij met nieuws over het coronavirus uit ons eigen land en uit de rest van de wereld. En verder herhalen we de mooie verhalen die we het afgelopen jaar hebben uitgezonden. De herhaling van vandaag gaat over Imani en Shigani die een rondleiding kregen bij het bedrijf Surmak. Hallo allemaal! Wist jij dat graafmachines, bulldozers en loaders onder de noemer zwaar materieel valt? Ze zijn groot, ze zijn sterk, maar ze kunnen ook gevaarlijk zijn als je er niet mee weet om te gaan. Hier bij Surmak verkopen ze en repareren ze zwaar materieel van het merk Caterpillar. Hier kan je ook weten of leren hoe je ermee moet omgaan. Wij mogen vandaag een kijkje nemen. Ik heb er veel zin in. Heb je er veel zin in? Jawel. Dus let's go! We mogen vandaag meelopen bij Surmak en waarmee kunnen we jou helpen? Ja, ik ben bezig factures te registreren op mijn laptop. Mm-hmm. En daarom moet ik naar beneden gaan om te scannen. Ik kan jullie wijzen. Maar waarom heb je gekozen om een vakantiedag te doen en waarom? Ten eerste, ik wilde werkervaring opdoen en ten tweede, ik wilde niet thuis blijven. Ik wilde wat centen verdienen. Dus vandaar dat ik heb gekozen om een vakantiejob te doen. Hoe vind je het om hier te werken? Ik vind het een zeer leuke ervaring hier werken en ik heb echt veel geleerd sinds ik hier ben. Oké, dankjewel dat je me mag te helpen en nog succes verder. Zoals jullie hier zien heb ik dan een groep hier zo. Ik heb de groep verdeeld in drie kleinere groepen die elk dan werken op een engine. Deze groep is dan bezig met het assembleren van een engine die we een dag van tevoren uit elkaar hebben gehaald. Dus nu zijn ze bezig alles weer zelf met behulp van onze electronic technician weer in elkaar te zetten. Dus één groep heeft het uit elkaar gehaald en die andere groep moet het dan weer helemaal in elkaar zetten. Ik doe het erop afgesteld, dus het enige wat je moet doen is maar trekken, zodat het vast zit. Je moet altijd naar je toe trekken, voor een betere ondersteuning. Dank jullie wel dat ik mag helpen en nog succes. Ja, dank je. Imani, je bent net klaar. Hoe vond je het? Mijn arm doet pijn. Maar ik vond het leuk om het te doen. Hoe vond jij het? Ik vond het best wel zwaar voor mijn schouders vooral. Want je moet het omhoog houden en recht naar boven. Maar voor de rest is het wel leuk. Het schroeven en vastmaken. Ja, het is leuk om te weten hoe je dat moet doen. True. Maar wat is het verschil tussen engine en machine? Want toen net zei ik machines en je corrigeerde me met engines. Oké,
engine is de motor op die machine. Maar die machine zelf, dat hele machine, dus de hele body, arm en zo, het is die machine, die hele equipment. Maar je engine is alleen die motor. Wat ze hier leren is eigenlijk de skills, de basistechnieken om met de graafmachines om te gaan. Na het achter de rug te hebben, de testen behaald te hebben, komen ze in praktijk. Zo mensen, we hebben heel veel kunnen leren, ook dingen die we niet wisten hebben we geleerd. Het was sowieso interessant. Hier bij Zuurmacht hebben ze niet alleen maar administratiewerk, maar ook de praktijk en hoe je zwaar materieel moet besturen. Dat leren ze allemaal hier. Dus we willen Zuurmacht bedanken dat we hier mochten zijn. En dan zien we jullie tot de volgende keer. Doei doei! En dat was het voor het Jeugdjournaal. Bedankt voor het kijken. Sri Vishwiti, Tetamara. En blijf thuis. Is een public service message u aangeboden door het BOG. Social distancing, in het Nederlands sociale afstand, is een van de belangrijkste wapens in de strijd tegen het coronavirus. Waarom? Het coronavirus verspreidt zich gemakkelijk van persoon tot persoon. Stel er is één besmette persoon. Die geeft het virus door aan andere personen, die het vervolgens doorgeven aan weer anderen. Elke persoon vormt een schakel in dit proces en binnen korte tijd raakt iedereen besmet. Elke schakel kan ervoor zorgen dat deze ketting wordt doorbroken. Blijf thuis. Vermijd drukke plaatsen. Houd afstand van minimaal 2 meter van anderen. Doorbreek de ketting. Ga alleen uit huis voor noodzakelijke boodschappen of werk. Houd afstand. Desinfecteer en was je handen. Doorbreek de ketting. Het is van levensbelang. Blijf thuis.